Ja, de beginjaren van het doofspel beginnen op deze plaats in Little Geest, beginnen in 1960. Toen wij hier kwamen, toen was het een hele rijke berm. En dat kan ik illustreren door te zeggen dat ik op een gegeven moment een orchidee vond die ik dus niet kende. Mijn kennis was natuurlijk niet zo groot van de flora. Ik zat op middelbare grijs onderwijs. En dan moest je dus altijd een planten verzamelen en een herbarium van maken. Dus ik vond het een orchidee. Mijn vader had een kennis die als fotojournalist bij toenmalig Nieuwe Land werkte. De heer Solly uit Kamp. En die belde hij op en die kwam eens kijken en die zei, joh, dit is hartstikke leuk, want dit is een prachtige plant. Het was een orchidee, een moeraswespenorchis. Heel zeldzaam in dit gebied. En dan ga je ervoor interesseren. En van lieverlee kwam dat. Mijn vader zelf was meer vogeltjesmens. Maar ja, ik ben jammer genoeg kleurenblind tussen rood en groen en aanverwante kleuren. En een vogel zit nooit stil. Dat is altijd het probleem. En daarom ben ik meer gaan interesseren voor de planten. En als ik dus bijvoorbeeld niet wist hoe een plant eruit zag, wat voor kleur, ja, dan blijft dat ding blijft op die plaats staan. Dus dat loopt nooit weer weg. Ja. Dus dan kun je dat makkelijk naar kijken. En toen ik daar een keer mee begonnen was, ja, dan word je daardoor geraakt. Het interesseert je en je wilt er steeds meer van weten. En op een gegeven moment ontdek je ook dat ondanks dat je er veel van weet, dat je eigenlijk maar heel weinig weet.